Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe serie op Altijd Melvin. Jullie hebben het allemaal in de titel kunnen zien. Jullie hebben het allemaal al beneden op mijn mobiel gezien. Ik heb mijn mobiel hier liggen, daarom wijs ik daarheen. Want ik heb een foto geplaatst, mijn allereerste foto op Instagram. Maar daarin konden jullie zien dat ik de motherfucking Sims 3 ga spelen als nieuwe serie. Het was de meest gekozen serie die ik buiten die top 3 had gekregen van die video die ik had gemaakt over welke nieuwe serie ik moest gaan doen. Dus ik dacht van, deze moet er zeker weten gaan komen. En daar is hij dan ook. Ik heb het spel voor 5 euro kunnen kopen op Kingwing. Ik heb geen uitbreidingspakketten, want ik wil eerst kijken of jullie het leuk vinden voordat ik met de uitbreidingspakketten bezig ga. Of ga. Ja, ga. Het moet niet gaan zijn. Ga, want Melvin is alleen op deze kamer. Maar we beginnen dus zoals gewoonlijk met Sims creëren. Ik heb het spel al een keer eerder gespeeld. Niet vandaag of niet gisteren, maar dat is alweer 2 jaar geleden. Toen had ik het gedownload. En ja, ik vond het op zich wel een leuk spel. En ik heb er zoveel zin in om dit te gaan spelen. Ik ga kijken hoe ik mijn mannetje ga maken. Ik wil het een beetje op mijzelf baseren hoe ik later dan ga leven. Maar niet exact, want het is nog niet een perfecte, hoe noem je dat, simulator van hoe je leven. Dan kan je beter Goat Simulator spelen. Huh, wat? Nee, dat is helemaal geen perfecte simulator van je leven. Maar we doen gewoon dus Melvin en de achternaam Bos. Ja, jullie mogen van mij weten dat mijn achternaam Bos is. We doen een man, want ja, Melvin is een man. Zoals je ziet, Melvin is een man. En we doen een jongvolwassene. En we doen een jongvolwassene omdat een jongvolwassene op zichzelf kan wonen in het spel. Als jij een tiener kiest, dan mag jij niet alleen in een huis wonen. Dan moet je minimaal een jongvolwassene bij je hebben. En daarom gaan we voor de jongvolwassene, want dan kan ik op mezelf gaan wonen. Nou, wat spierenmassa, dat mag wel. En misschien een beetje de spieren laten zien, maar het moet niet te overdreven zijn. Nou, zoiets doen? Ja, dit ziet er wel aardig uit als mijn lichaamsbouw. Dit hoef ik allemaal niet te zien. Dat vind ik zo irritant dat het er al door komt. Nou ja, dit is dus mijn naam, leeftijd en geslacht. Laten we maar gaan kijken naar ons haar. Wat zit er allemaal tussen? Wat hebben we hier allemaal? Nou, ik hoef sowieso geen pet. Ik hoef geen pet te benden. Nou, wat lijkt er heel veel op? Lijkt dit er heel veel op? Nee, zo wil ik er zeker weten. Laat er niet bij lopen. Kom op zeg, man. Dit. Misschien dit? Nee, dat is ook net deze dan misschien. Ik wil even precies die zoiets. Nee, gadverdamme. Nee, dat hoef ik ook niet. Ja, deze. Zullen we deze doen? Dit, misschien in een blonde kleur. Mijn haar is wat donkerblond. Dit een beetje. Dit is mij iets te... Waarom is het zo fucking blond? Mijn haar is toch ook niet zo blond? Ik heb ook geen bruin haar. Nee, dit is mij te bruin. Godsam, moet ook met de kleuren gaan fucken. Dit een beetje. Nou, die moet dan ook maar een beetje zo... Is dit een beetje blondbruin? Dit ziet er niet blondbruin uit, dat zeg ik het zelf. Dit ziet er meer uit als een diarree-scheidkleur dat je op je hoofd hebt liggen. En dat wil je denk ik ook niet. Nee, dit is helemaal niet mijn haarkleur, man. Nou, we moeten het niet te moeilijk maken. Ik vind het niet lelijke haarkleur. Het ziet eruit als diarree op mijn hoofd. Maar dat maakt niet uit. Dikke YOLO in mijn reetneukvinger. Laten we maar gelijk even kijken wat voor wenkbrauwen we hebben. Wat voor wenkbrauwen heb ik? Ik heb, nu ik die webcam erbij heb, kan ik dat heel mooi zien. We hebben een beetje, iets dat een beetje boogje loopt. Dit misschien. Ja, dit lijkt er wel op. Nou, kleur wenkbrauwen. Die zijn bij mij behoorlijk grijs. Nee, geen grijs melden, what the fuck. Zo doen we hem. Dit vind ik perfect bij hem pakken. Dus heb ik later een baard? Nou, ik hoef geen baard. Nee, ik ben niet van een baard. Nou, ik ga niet te veel kutten met mijn hoofd. Ik wil gewoon even een goed hoofd hebben. Dat er een beetje fatsoenlijk uitziet. En dat er niet te lelijk uitziet. Want je kan de meest gekke dingen maken met de Sims. Dat is echt... niet normaal als je dat soms ziet. Hier. Ik druk op een hoofd en het is gelijk echt... het perfecte Melvin-hoofd. Wat langer. Misschien met die kin ook zo een beetje. Nou, dat is toch 2 plaatjes naast elkaar. Mogen we nu naar kleren toe. Kleren vind ik ook altijd leuk om te kiezen. Nou, ik vind dit sowieso al niks. Ik wil eerst maar even... wacht, moet dat hier bij mijn hoofd? Ik wil sowieso mijn bril veranderen. Nee, ik hoef geen tatoeage. Ik vind tatoeages niet lelijk, maar ik zelf zou nooit een tatoeage nemen. Ik wil eerst mijn bril veranderen. Wat voor bril zou ik later hebben? Is dit een beetje het monturen? Dit. Dit is wel een beetje het montuur dat ik denk later ook zou hebben. Ik wil sowieso... what the fuck? Wat zit er nou serieus zo'n patroon op? Dat weet je toch niet, man. Shit, man. Het is goed dat ik dit zie, want als ik zo'n patroon heb op mijn bril... nou, dan hoef ik helemaal geen bril meer. What the fuck, man. Ik ben iemand van de wat donkere brillen. Misschien dat je het ook ooit wel een keer opgevallen. Maar nu even serieus, wat voor kleren gaan wij aandoen? Wat ziet er een beetje leuk uit? Beetje netjes, beetje leuk, niet te moeilijk doen, Melvin. Gewoon een beetje iets leuks kiezen. Wat is er allemaal interessant? Gewoon een leuk t-shirtje doen, deze misschien. Nou, dit ziet er nog wel aardig uit. Dit heb je. Ja, nee, dit doen we gewoon, jongen. Zullen we deze gewoon doen? Of, nee, wat dit, deze? Ik vind dit wel bij me passen. Rood. Rood is de kleur van de liefde. Dus jou en mij, die doen we. Deze broek, dit is perfect.
Dit is perfect. Ik heb nu ook zo'n donker broek aan. Het is alleen niet dat ik dat rode ding aan heb, want die heb ik net uitgedaan. En ik heb deze even aangedaan. Dit is net wat dunner, net wat kouder op mijn kamer, want op mijn kamer is het echt niet normaal warm. Ik hoef geen outfit. Ik wil mijn schoenen nog wel even aanpassen. Ik ben altijd heel precies. Nou, zwarte schoenen. Ik wil denk iets met wat roods erin. Dit misschien. Ziet dat er een beetje... Nou... Dit ziet er toch perfect uit, even serieus. Dit is toch Melvin uit de toekomst. Je zou even serieus even een vergelijking moeten maken tussen mijn hoofd en dat hoofd. Want dit is gewoon Melvin. Dit is echt Melvin. Dit is de Melvin. Even sokken kiezen. Ik wil sowieso sokken. Wat zijn dit trouwens? Wat is dit? Wat is dat? What the fuck is dat? Wat is dat? Wat is dit? Wat? Wat? Wat is dat? Mensen... Kan iemand mij vertellen wat de fuck dit voor vlek is op zijn nek? Wat de hemel... Wat is dat? Nou ja, dat... Wat de fuck is dit voor kleding? Gadverdamme. Nou, dat is wel het laatste dat ik aan zou hebben als ik in mijn avondkleding ga zitten. Maar sowieso zit ik niet vaak in mijn avondkleding. Laat staan dat ik avondkleding heb. Er zijn een heleboel mensen die doen in de avond een trainingsbroek aan. Maar ik vind een trainingsbroek... niet super lekker zit als ik heel erg ben. Ik ben niet zo van de trainingsbroeken. Het is sowieso dat avondkleding nou niet echt heel speciaal moet zijn voor mij. Het is gewoon leuke, lekkere broek. Gewoon normale kleren die ik ook overdag heb. Dat is mijn avondkleding. Maar even serieus, wat voor avondkleding gaan wij kiezen? Nee, dat is mij net iets te jammer. Waarom is er nou geen goede broek? Dit misschien, wat is dit? Dit is echt zo'n pyjama broek tweede klas, echt waar. Nou, dit is zo'n strakke broek die alleen maar Paul de Leeuw aan kan hebben. Dan hebben we hier, wat is dit? Nou, zo dit dan maar doen. Dit moet het maar worden, denk ik dan. Of deze. Ja, nou, we maken er wel wat van, joh. Ik draag toch nooit avondkleding in de Sims, dat vind ik niks. Nou, even een, of is het, wat voor kleding is dit? Avondkleding. Moet ik er dan zo alle Jezus netjes uitzien? Want we gaan... Wat de hel, man? Moet ik er dan serieus zo netjes uitzien, avondkleding? Ik denk niet dat... Hier, dit past wel bij elkaar. Dit is wel een netjes pak, maar welke mogol gaat er nou iedere avond in zijn avondkleding beneden zitten? Kom op zeg, ik bedoel in zijn pak. Wij gaan echt niet s'avonds als wij beneden zitten en we hebben allemaal even een ziek kopje koffie. En dat we dan allemaal in ons pak zitten. Laat staan dat ik überhaupt een motherfucking pak heb. Wij zijn niet zo rijk hoor. We zijn niet zo rijk. Nee, Melvin heeft geen pak. Zo. Nou, dit is mijn avondkleding. Ik slaap op een of andere manier slaap ik thuis altijd in een t-shirt nu. Gewoon een simpel t-shirt. En dan geen broek aan. Of in mijn onderbroek, ja dan. Wat zullen we doen? Zullen we een boxer doen? Of een zo'n... Nee, ik thuis ook altijd een boxer aan. Ik heb niet van zulke wijde onderbroeken. Zo weten jullie dat ook van mij. En dit noem je momenteel een ballenknijper. Ik snap niet waarom ze... Ja, ik snap het enigszins wel waarom je dat zo noemt. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Waarom zou je dat zo noemen? Nou, nu even wat sportkleding doen. Ik doe dan misschien wel zo'n hempje aan. Hupsakee, kan ik even mijn spieren showen. Weet je, even wat sporten. Ik ga trouwens nooit naar de fitness nu ik toch over sporten heb. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon heel weinig zin in. En ik heb heel lang gezwommen. En door dat zwemmen heb ik toch wel een conditie opgebouwd. Dit... Zullen we dit doen? Ja, dit doen we. Dit doen we. Nu nog even badkleding. Nou, doen we even een lekkere blote body zonder ketting. Heb ik een ketting om? Heb ik nou al die tijd een motherfucking ketting om? Dat ga je toch niet menen? Ik heb vroeger trouwens wel een ketting gehad, maar nu hoef ik geen ketting meer. Nou, dit vind ik wel een mooie. Ik wil wel hier even de kleur van aanpassen, want dat gele ding, dat vind ik er niet uitzien. Die maken we lekker wit. Hupsakee. Moet je eens kijken. Ik heb zelfs een wasbordje, jongens. Dat heb ik in het echt niet eens. Ik heb er geen wasbordje, nee. En oh mijn god, ja. Nu weet ik het weer. We zijn bij de persoonlijkheid aangekomen. Dan kunnen we de persoonlijkheid van ons personage vinden. Wat voor eigenschappen heb ik? Nou, computernerd gaat naar boven. Nou, ik ben wel dol op mijn feestje. Sabi! Sabi! Melvin! Sabi! Ik ben een vaste slaper. Ik ben echt de vasteste slaper hier in huis. Dat is echt niet normaal. Ik kan oorlog uitbreken. Nou, Melvin die blijft wel slapen als het echt midden in de nacht is. Ik word niet wakker dan hoor. Echt niet. Ik ben echt de vaste slaper. Nou, ik heb ook op zich wel, niet dat ik op wil scheppen, maar in mijn gevoel heb ik een goed gevoel voor humor.
Nou, ik heb even gekeken wat er allemaal tussen zit. En ik vind koken op zich heel leuk. Met mijn VWO, ja. Maar dat maakt niet uit. We doen even gewoon een geboren kok bovenaan. Of ja, boven bij de huidige eigenschappen. Drukken we op het mooie vinkje. En hebben wij eigenschappen en kunnen wij een levenswens uitkiezen. Een beroemde 5 sterren chefkok. Gouden tong, gouden vingers. Een schaaklegende. De culinaire bibliotheek. Karis of zoiets. En een rockster. En ik ga lekker mijn leven aan aanpassen, want er zat geen ene flikker tussen. Een astronaut worden, ik zie het staan en ik denk gelijk van, dat is toch wel een droom voor mij. En inderdaad, in het echt is het ook wel stiekem een droom voor mij om ooit een keer in de ruimte te mogen zijn. Want dat, ja, ik kan me er heel erg in interesseren in de ruimte. Maar ja, dat ga ik voor de rest niet jullie mee plat bombarderen. We gaan lekker kiezen wat onze favoriete eten, dingen zijn, muziekstijl en favoriete kleur. Nou, laten we eerst maar zalm kiezen. Zalm vind ik serieus. Is echt een van mijn lekkerste eten. Nou, dan doen we even een, wat zullen we kiezen? Klassiek, kindermuziek, eigen muziek, electro. Nou, ik vind electro op zich wel leuk. Nou, mijn lievelingskleur is blauw. Moeten we even... Wat doe ik voor? Pablo Herbie. Temple Glow. Epley Conteroy. Pablo Herbie. Temple Glow. Deze doen, ik vind deze wel perfect. Moet je maar even horen, dit klinkt wel goed. Dat klinkt toch wel redelijk zo, dat stemmetje maar doen, dat stemmetje doen we. Kom op, gaan naar de sterrenbeelden. En als het goed is, ben ik een boogschutter. Waar hebben we de boogschutter staan? Hier ergens. Ik stond erop, domme Melvin. Boogschutter. Nou, nu hebben wij ons personage gemaakt. Fucking mooi. En Melvin Bos staat er. En accepteren. En wij hebben Melvin Bos als ons familie dingetje. Ik ga alleen spelen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En we gaan dus lekker op het vinkje nog een keer drukken. Dit spel bestaat vooral uit vinkjes. En ook vooral uit een boel klikken. Nu is het eindelijk het moment dat Melvin een huis mag kiezen waar hij gaat wonen met een bedrag van 16 en een motherfucking 500 simoleon dollars. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal vrij is. Ik ga niet op een kavel wonen waar ik nog moet bouwen. Dat vind ik net wat minder leuk. Ik ga ooit wel een keer een aanbouw doen bijvoorbeeld, maar ik ga nu gewoon lekker op een huis wat op kanten klaar staat en daar ik misschien daar wat aanpassingen neerpleur. Nou, ik ben alleen dus aan één slaapkamer en één badkamer. Heeft deze jongen heel veel. Wat ziet er een beetje uit? Dit is een aardig groot huisje. Ik heb 16.500 euro. Deze kunnen wij gemeubileerd voor 16.200 euro kopen. En deze die kunnen we ook gemeubileerd voor 12.000 euro. En bij dit huis denk ik van, dan heb ik nog wat geld over. En met het geld dat ik over heb, kan ik dan misschien nog wat extra dingen kopen. Dus ik denk dat ik voor dit huis ga. En op de Waterlelielaan 55. Dat vind ik ook wel een mooie straatnaam trouwens. Dus daar gaan we lekker wonen. Melvin gaat op de Waterlelielaan 55 wonen. We kopen een kavel. We hebben motherfucking een huis. En we drukken op met het huis. Oh, de spelen weer op een vinkje. Hè? Het spel bestaat echt uit vinkjes zoals ik al zei. Uitleg, motherfucking afsluiten. Ik hoef geen uitleg. Ik weet precies hoe de Sims 3 werkt. Nou, hier hebben we Melvin Bos. Het spel zat op pauze. Echt, deze kutmeldingen mogen weggaan. We drukken op play. En daar hebben wij onze supergeile jongen staan. Melvin Bos. En we gaan nu de aflevering op pauze zetten. Ik weet niet hoe je op pauze kan zetten. Er staat hier ergens een... Ja, hier pauze. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze allereerste aflevering van The Sims 3. Ik heb hier super veel zin in. Echt waar. Wauw, het is lang geleden dat ik echt zoveel zin in heb gehad in een nieuwe serie te starten. Want ik hoop ook dat jullie dit super leuk gaan vinden. Dus een duimpje omhoog. Misschien de 100 duimpjes omhoog. Dat durf ik niet te vragen. Maar dat lijkt me echt super vet op de allereerste aflevering van The Motherfucking Sims 3. Bedankt voor het kijken voor nu. Ik hoop dat ik morgen of overmorgen sowieso deel 2 online kan gooien. Dat jullie misschien tips van mij hebben hoe ik Sims 3 het best kan aanpakken. En voor dit dus een leuke aflevering. Duimpje omhoog, 100 duimpjes omhoog. Gaat ons dat halen? Ik durf het niet te zeggen, maar het lijkt me super awesome. Misschien een leuke reactie achter hier beneden achterlaten. Comment section dingetje. Mooie zin was dat, Melvin. Ja, prachtig. Dankjewel. En abonneren kan hier ook altijd beneden. Wil je meer in het leven zien van Melvin Bos? Dat wordt gespeeld door Melvin Bos. Oftewel, altijd Melvin. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... doei mensen! Ik kan het boter weer in de ochtend opeens goed als ik met mijn nek ben. Maar dan gil ik weer en mijn moeder komt dan weer beneden. Van Melvin, wat ben jij nou weer? Ja, ik was boter aan het weer en opeens dat ik mijn hoofd door het aardappelblad heen. Wat de fuck? Wat de fucking fuck? Even serieus. Dat is de beste dans ooit!